Je kerstboom weggooien? Nou, dat hoeft niet. Je kan hem gewoon recyclen. En dat doen ze bij het Leidse kerstboomasiel van Vrij Groen. Al meer dan 10 jaar kunnen mensen hun kerstboom langs de Ommerdijkse weg planten na de kerst, om hem vervolgens begin december weer op te halen. Mensen die brengen hun kerstboom hierheen en dan kijken wij of het genoeg wortels heeft en of het niet al helemaal uitgedroogd is. En als dat goed is, dan gaan we hem planten. We registreren de naam van de mensen en een nummer aan de boom. En dan weten we welke boom van wie is. Dan kunnen ze hem in december weer komen ophalen. En dan vragen we een tientje. Normaal gesproken planten de klanten hun kerstboom zelf. Maar door corona gaat dat helaas nu niet. Nu doen we het. Mensen komen niet eens het terrein op. We halen de bomen af bij de auto en we planten zelf voor ze. Dus dat we eigenlijk helemaal geen contact hebben met de klanten. We hadden ook bij het afhalen dat klanten dan op het laatste moment afbelden van nee, ik ben ziek, kan niet komen. En dan, ja, dan bewaren we de boom nog een jaar. Bij het kerstboomasiel worden de bomen goed verzorgd. Maar ze hebben ook een aantal tips om de boom thuis tijdens de kerst op de juiste manier te verzorgen. Gewoon goed veel water geven en echt veel meer dan je denkt. Maar dan wel op een schotel zetten, zodat de pot moet ook niet vol komen te staan met water. Dus, maar altijd wel een beetje vochtig houden. En ja, niet naast de verwarming en al dat soort dingen. En dan, ja, als het kan, geleidelijk laten wennen aan de warmte. Als je een koude kamer hebt, eerst daar neerzetten. De boom zelf bij het asiel brengen, dat kan. Wel even aanmelden www.idwinkel.nl/vrij-groen.